ben weer eventjes de duiven aan het eten geven. En dat is wel grappig, dit dappere kuiken. Het loopt dan keurig over het loopplankje heen. Om, ja, kijk eens. Om wat te komen eten. Dus die... en de moeders, want dat is die van die twee moeders, oeps. Die, ja, die staan daar beneden eigenlijk. Oeps, stort. Nou goed. Dat is wel grappig. Wel een dapper kuiken. Het zal alweer een haantje zijn, helaas. Nou, soms dan denk je, waarom leggen ze geen eieren? Nou, dan zitten we weer hier in het konijnenhuisje. En dan hebben deze drie kleine meisjes, denk maar, bedacht om, om een beetje te gaan broeden samen. En nou, ik weet niet of ik het zo'n goed idee vind, want bij deze kleintjes heb ik nooit een goed nestje volgens mij nog gehad. Dan gaan ze pikken en rare dingen doen. Even kijken wat er allemaal onder ligt. Ga eens even aan de kant, Judy. Nou, spikkel is al weg. Oh, twee eitjes. En hier, wat heb jij? Oh, 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 oh. Kijk, een heleboel. Dus dat gaan we mooi niet doen. Die ga ik meenemen. Sorry, dames. Maar ik neem ze mee. Ik check ze wat er net aan ontwikkeld zijn. Geef ik ze aan de varkens of aan de kippen zelf. En wat gewoon... nog niet ontwikkeld is, dat neem ik, dat eten we lekker op. Dus ja, sorry. Ja, sorry. Dankjewel. Het lijkt toch wel een beetje een soort pastafrilsje. Kuikens en konijnen. Maar niets is minder waar hoor, dit is gewoon lente. En de konijnen zijn dus aan het verharen. Dat is goed te zien hier. En op hun lijf zie je ook wat plukken en fluffen. Maar goed, voor de rest, ja, je wil natuurlijk niet een vreselijke warme vacht hebben in de lente. Dus als het nu in één keer de zon gaat schijnen, is het opeens 20 graden. Dan heb je een beetje een zomervakje nodig, hè? Ja! Heel goed. Nou, met die kuikens gaat het verder allemaal zijn gangetje. En onze ganzenman is wel weer waaks. Ik zie haar even nu nergens. Dat kan ook maar één ding betekenen. Nee, dat kan helemaal niet één ding betekenen. Ik denk, misschien zit ze nou eindelijk eens een keer op dat nest. Maar dat is niet zo. We hebben een tijd lang maar vijf. Eigenlijk vijf. Oh, nee, er zijn toch... Oh, kijk. Er zijn toch eieren bijgelegd, die witte. Betekent dat er nu 1, 2, 3... 8 eieren liggen. Oh, dus lange tijd waren er maar 5. Je ziet dat die witte, die zijn natuurlijk het meest nieuw. Die anderen zijn echt volgens mij al een maand of anderhalve maand oud. Dus ik kan me niet voorstellen dat die nog wat doen. Maar ze is dus weer ja, aan de leg gegaan. En dan dekt ze het zo mooi toe. En zelf zit ze gezellig hier. Dus helemaal samen zijn ze dan blijkbaar toch niet. Tenminste, misschien vindt ze hem wel gewoon een beetje opdringerig. Dat kan natuurlijk. Nou, kijk, zie je nou weer eens even lekker liggen, zoals hoopje. Gewoon weer even, omdat het leuk is. Ze liggen heerlijk te chillen in het gras. En een beetje elkaar te poetsen. Heerlijk. Wat graan gegeven. Oeh, die onderste wil er naartoe. Oké, nou, een beetje dan. Hè? Samen met het kippetje. Iedereen gewoon even gezellig aan de middag snacken. Duifjes. De eendjes. Die doen vrolijk mee. Gansjes. Kippetjes, kuikentjes. Het is toch altijd leuk als ze met z'n allen gewoon tegelijk lekker bij elkaar zonder te veel gedoe lekker een graantje meepikken. Zo, lefgozer.
kom ik even voor de middag. En dan zitten ja, Juts en Jul keurig op de landingsplek of de, ja, de uitvliegplek of hoe je het ook wil noemen. Dus dat is een kwestie van tijd. Die is opeens heel groot. Hoe kan dat nou weer? Hoe kan jij nou in één keer zo groot zijn? Hè? Oké. Okay. Nou, kijk eens. En die, ja, het lijkt dat die er niet is, maar die zit meestal hierachter. Kijk, die heeft ook al helemaal wit met bruin. Is die net als, nee, zijn moeder is wit en zijn vader is bruin. Dus dat is een mooie combi. Wat hebben we hier? Hier hebben we een kippenei. Hier hebben we een duivenei naast een schaal. En hier hebben we twee duiveneitjes. Dus ik moet eens even kijken of de papa en mama aan het eten zijn. En hier. Hey, 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 hey. Dat zit. Hé? Is dat een oud kind of wat, hoe zit dit? Nou ja. Nou, deze boys en girls en deze twee nog even wat drinken geven en dan is alles weer onder controle. Ook deze heeft zich weer ontpopt als een haantje en wil dat ook natuurlijk laten horen. Hij is verder best mooi met goud en zo, maar hij kan natuurlijk niet blijven. Dus deze gaat binnenkort weer eens weg. Als je hem wil hebben, laat maar weten. Geen enkel probleem. Dus, ik kan niet alles houden. Nog één keer kukkelen dan? Ja? 1, 2. Zo. Hij begint, maar klinkt best aardig. Nou, het badje was wat leeg gelopen. Er zit een heel klein gaatje, dus die ga ik plakken. En het water was eruit. Even bijgevuld. En ze gaan weer meteen helemaal lekker los. Dat is toch altijd wel weer een feest om te zien. Moet ik eerlijk zeggen. Dat lekkere gespartel en gepoedel. Daar kan je toch uren naar kijken, toch? En dan kunnen ze ook natuurlijk weer paren. Ik weet niet of ze dat nu gaan doen op commando. Ga je nog even paren? Want er liggen wel 8 eieren in. Er komt niks bij. En ze zitten er ook nog steeds niet op. Dus die eieren die worden langzaam een beetje oud. Dus ik heb geen idee wat ze nou gaat doen. Of ze misschien nog een beetje te jong is. Of ze gewoon geen zin in heeft om 4 weken op de krent te zitten. Dat kan natuurlijk ook. Zou ik ook niet hebben. Voorlopig kunnen ze weer lekker, even lekker zwemmen. Nou, kijk dit nou weer. Ik dacht toch altijd dat kippen niet konden zwemmen. Wat ben je aan het doen? Hè? Nee, kippen kunnen niet zwemmen. Dat moet je niet doen ook. Kom hier. Oké. Nou, het is gelukkig lekker weer. Oh, hier staat zijn kuiken. Die is er gelukkig niet mee ingekukeld. Maar eventjes lekker... ja, daar is de mama. Oeps. Daar is de mama weer. Nou, ga maar lekker even in het zonnetje zitten. Jongen, jongen. Ja, hoe verzin je het? Dat is voor de ganzen, hè? Nou, het is na 8 al. De zon gaat bijna onder. En het gaat bijna regenen. En dan zit zij toch lekker in dat huisje. Maar ze heeft blijkbaar niet begrepen dat ze op haar eitjes moet gaan zitten. Het zijn er 8. Overdag is er dus helemaal niet op. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit goed afloopt voor haar. Ik hoef ook niet per se jonge ganzen, trouwens. Die kunnen hier echt niet blijven. Maar goed, als ze er eenmaal op zit en ze blijft zitten, nou ja, dan mag het natuurlijk wel. Dus we gaan het allemaal even zien hoe dit zich gaat ontwikkelen.